John van het Schip weet sinds afgelopen zondag dat de plek waar Ajax op dit moment staat, die vijfde plaats, genoeg is om direct richting Europa te gaan. Richting de tweede voorronde van de Europa League, om precies te zijn. Dat kwam allemaal door de overwinning van de aartsrivaal in de bekerfinale. Feyenoord tegen NEC. Gods. Twee man voorbij gesprint. Mika Gods. En dan zelf schiet in de korte hoek. Dan ligt hij natuurlijk ook open, de rest van het doel. Maar daar komt Taylor niet meer bij. Van Gassel grijpt dus in voor de eerste keer dat dat noodzakelijk is in deze wedstrijd. Dat balletje past goed van Hato richting Brobby. Alleen is het nog even wachten op de aansluiting. Die kwam er wel. Te laat voor Brobby. Sanchez Fernandez, goede paas is dit. En daardoor Sandra er van tussen. Maar de vraag is voor hoe lang. Soetalo er alweer bij. Sanchez Fernandez. En daar is Baas, die kan gaan uithalen. En Roelie moet dan de redding bieden. Dat is zowaar een nog grotere kans dan die voor Gods. En deze dus voor Baas van Excelsior. Dijkhuizen hoopt mee te kunnen voetballen. Dat lukt in het eerste kwartier toch best aardig. Tahirovic, Taylor. En die bal valt nog goed en kan binnen worden geschoten door Rens. En als het dan voor de tweede keer lukt voor Ajax om er doorheen te breken, is het wel raar. Taylor met die bal voor, die lijkt net niet goed te vallen. Maar als Sagre niet perfect in kan grijpen, ligt hij voor de voeten van Rens, die er nog in geloofde. Al binnengebleven. Sanchez Fernandez niet voorbij Hato. Goeie paas op Benita. Wordt hij daar even vastgepakt? Ja, zegt Van der Eyck. En dus gaat de bal op de stip. Zo op het eerste oog dacht je ook dat het contact daar was. Benita, terwijl Bergwijn nog in de achtervolging is, die gebruikt daar zijn armen op de schouder. En Van der Eyck twijfelt niet. Als het een overtreding is, en Van der Laan beoordeelt dat zo, moet er misschien ook nog wel even gekeken gaan worden. Het wordt een kaart. En dan kun je ook al raden welke kleur dat is. Zoals gezegd, een mogelijkheid is het dat als een speler een andere doorgebroken speler neerhaalt, en in dit geval geen poging doet om de bal te spelen, het ook een reden om een rode kaart te geven. Dat heeft Van der Eyck hier niet gedaan. Van der Laan vond het rood en Van der Eyck gaat daarin mee. De strafschop blijft dus ook staan, logischerwijs. De man met de trap achter de bal, Baas. En het staat gelijk. De 11 van Excelsior komen op gelijke hoogte tegen de 10 van Ajax. Het moment tot nu toe in deze eerste helft. Het moment dat ook ver weg het langste duurde. Maar dat heel veel gevolgen heeft voor deze hele wedstrijd. Ajax in ondertal en de penalty benut. Publiek ook een beetje in verwarring. Want zij Robbie niet zien trekken benen of heel duidelijke signalen zien maken. Maar een reactie richting de coach te zien is Robbie zelf ook niet heel verrast dat hij eraf wordt gehaald. Meteen onderweg richting de kleedkamer, richting dus Bergwijn. Bal van Taylor is te kort en dan valt hij nog bijna binnen voor Duivenstein, die doorjaagt op de keeper. Die ook een beetje schrok van die bal van Taylor. Trap van de doelman via Duivenstein nog bijna binnenvalt. Goudmijn. En daar Lamproe en de kopbal valt binnen. Lazaros Lamproe zet Excelsior op voorsprong in Amsterdam. Excelsior staat voor. Geen storm naar voren, maar voetballend, à la Excelsior, kijken waar de kansen liggen. En hier lag zo'n kans, buiten het bereik van Roelie. Die kopbal van Lamproe. De supporters die achter Alex Kroes staan, en zeker niet achter Michael van Praag, zoals op het bovenste spandoek ook vandaag weer te lezen is. Hier Excelsior, Sanchez Fernandez, en die bal gaat maar net naast.
tevens buitenspel voor de aanvaller. Dus als hij erin was gegaan, had hij niet geteld. Hier op het randje. En er waarschijnlijk met het bovenlichaam net overheen. Het is millimeterwerk. Rens. Ekpom. Paasje tussendoor richting Rens had gekund. Het gaat nu via een ander. Alleen wordt dat voorkomen door een hensbal van Sibbe Horemans. En die krijgt daarvoor de gele kaart gepresenteerd. Natuurlijk bij Ajax ook de protesten dat dat dan ook rood zou moeten zijn. Omdat weer wellicht een grote scoringskans voor Gods wordt ontnomen in die val. Te hoog die bal van Taylor voor Ekpom. Guy loopt zich vast, doet een uiterste poging om nog voor de bal te gaan. Dat mislukt. En dan is daar de volgende gele kaart. En hij geeft alles en hij valt daar wel vol bovenop. Oei, oei, oei. Dit heeft een hele rode rand. Dan kun je toch niet zeggen dat Guy daar slecht wegkomt. Van de Boom. Guy, dat is geen slechte bal. Wie gaat tegen de lat? De kopbal van Taylor. Zo dichtbij een doelpunt in de tweede helft is Ajax nog niet geweest. 5 minuten voor tijd is dat een startschot voor meer. Sosa slingert het nog maar eens voor. En dan is daar nog een poging. Maar Taylor zal wel geweten hebben dat hij buitenspel stond. Dat was knap gedaan door Anton Guy. Voor Taylor lukt het dan net niet. En dat brengt die gezichtsuitdrukking met zich mee. Rens glipt er tussendoor bij Duivenstein. En nogmaals, en daar is Rens dan met de kans. En de goal, die valt ook nog. Een individuele actie van Divine Rens maakt voor Ajax een verschil. Hij kwam er knap doorheen. En in een kluwen aan benen en spelers valt die bal dan binnen Ekpom. En hij zal dan dit doelpunt op zijn naam krijgen. Maar de gevierde man bij Ajax, dat is na deze actie natuurlijk Divine Rens. En dan fluit Sander van der Eijk voor het einde van de wedstrijd. En proef je de verslagenheid bij iedereen. Bij zowel de Ajaxide als de spelers van Excelsior.